Ik heb het zelf verteld, toen heeft mijn moeder me van school gehaald. No joke. En ik dacht, oké, nou zo moet het, zo gaan we het doen. Ik was echt een soort van laatst in de rij. Ik was ook daar te lelijk voor. This is gonna be the shock of your life. Ik dacht dat ik een 10 out of 10 was. Would recommend. Talk about a glow up, maar dit sister. Haar? Ik heb er 2. Toen ik in de brugklas zat, ik begon met echt te triest voor woorden. Mijn haar, ik had nog geen steltak uitgevonden. Ik had nog geen epileren uitgevonden. Nee, dit ben jij niet. Ja, dit ben ik. Ik was echt dat kind met dat snot. Ik was zo'n snotkind. En twee maanden later was het dit. Wat? Hoe dan? Hoe heeft dit zo snel kunnen gebeuren? Oké. Kijk dit. Maar ik herken je wel. Ja, maar dat vind ik heel kut. Ja, ik herken mezelf ook super erg, maar ik vind het echt heel jammer dat ik mezelf herken. Oh, dit is Tess. Ja, kijk maar. Maar wacht even, je bent hier ziek even. Broken teenager. Nou ja, ik was dus echt een puber. Ja, jongens, ik ken deze foto. Dit is echt... Wat? Ja, maar dit was in hoor. Ik zweer het je. Dit zijn dus mijn wenkbrauwen nu. En ik ben dus vroeger op de middelbare school en basisschool Bokito genoemd. Ja. Want mijn wenkbrauwen waren nog groter dan dit. En toen ben ik dus mijn wenkbrauwen gaan laten harsen door schoonheidsspecialisten. Oh ja, dit zijn de spermacelletjes. Oh nee. We gingen altijd rondjes rennen door school. Loopt de hele avond, loop ik rondjes. Deden jullie dat niet? Nee. Dan gebeurden er misschien ongemakkelijke dingen, maar echt niks deed me wat. Het is zo gek hoe zelfverzekerd ik was voor hoe lelijk ik was, zeg maar. Ja, maar dat is top. Ik was erg jong en ik dacht dat het cool was om te roken. We mochten het schoolplein niet af. Maar ja, wat een regel is, moet doorbroken worden. Dus ik ging zo naar buiten, buiten het schoolplein. Nou, toen ging ik dat dus doen met de vriendin van mij. Super spannend. En toen werd ik betrapt door mijn mentor. Maar de regel is op school, dat mag niet. Dus we gaan naar je ouders. Toen heb ik gejankt op die school. Echt waar, ik dacht dat mijn leven voorbij was. Maar hoe is het uiteindelijk gegaan? Zijn je ouders gebeld? Heb je het zelf verteld? Ik heb het zelf verteld. Toen heeft mijn moeder me van school gehaald. No joke. Ik weet nog dat wij in de brugklas hadden allemaal van die etuis. En dan ging je daar namen opschrijven van mensen die je leuk vond. En toen stond er, ik had een vriendinnetje bij, had dus opgeschreven Tessa Hart van Lirio Zeno. En toen dacht dus de hele klas dat ik verliefd was van Lirio Zeno. En elke keer als ik dan binnenkwam, zei ze, hey Tessa, heb je al van Lirio Zeno gezoend? En toen zei ik, nee! Ben niet. Maar ik vond hem natuurlijk echt fantastisch. Nee, lieve Dennis Storm, hè? Zieke eenmaal. Ja? Ja man, ik luister Tokyo Hotel. Through the monsoon. Oh my god, hou op. Ja, een beetje top 40, weet je wel. Hey there Delilah, what's it like in New York City? I keep bleeding. Nou, je hebt die foto gezien van dat lieve meisje, maar ik luisterde echt naar... Ik luisterde bijvoorbeeld naar Steen en naar Green Gang. En dat Nino. Ja, Nino. Nino! Jesse McCartney. Ik was toen al ziek fan van Lady Gaga. Nou, toen was hem niet heel erg bekend en daarom ben ik zo'n trotse fan. Right now, love it. Iedereen op mijn middelbare school wist dat ik een obsessie had met de Jonas Brothers. Obsessie? Ik was niet gezond meer. Volgens mij een tweede. Toen ik 14 was. Ja, bij mij was het wel heel cool om al te zoenen in de eerste en zo. Ik was niet zo geliefd bij de jongens. Snap niet waarom. Ik was echt een soort van laatst in de rij. Ik was ook daar te lelijk voor. Ik was ook wel vroeg hoor. Ik was de eerste van mijn vriendinnengroep. Echt? Mij, ja. Nee, ja, ik was echt mega preuts. En op 6 heb ik toen een keertje gezoomd met mijn vriendje. Zijn broer had toen gezegd van ja, je moet ook een keer je tong erin doen. En toen gingen we dat zo heel schattig gingen we dat zo proberen. Toen zei ik, eeuw. En toen daarna heb ik dus altijd gezegd van ja, ik heb al gezoomd. Terwijl dat dus echt niet meetelt. En toen ik naar die nieuwe school ging, toen heb ik dus altijd gezegd dat ik al lang heb gezoomd. Dus bij deze. Jongens, ik had helemaal niet gezoomd. Ik heb pas gezoomd echt toen ik 14 was. Rond die leeftijd dat je dus allemaal ooit een keer je eerste kus gaat beleven, of eerste tongzoen. Mijn vriendin en ik hadden het vlak daarvoor wel eens over hoe zou het voelen. En toen zeiden ze wel eens dat het voelt alsof je, als je dan je tong zo dubbel klapt. Dat was dan het idee wat ik ervan had. Het ging tongzoenen met mijn eerste vriendje en dat was... Maar deed hij ook zo... Ja. Oh, heftig man. Ja, het was echt ook, zo, echt ook een wasmachine, zeg maar. Oh, het was gewoon rondjes draaien. En ik dacht, oké, nou zo moet het, zo gaan we het doen. Sindsdien gingen we dus altijd tongzoenen als we elkaar gedag zeiden.
ik kreeg een zieke woedeaanval toen ik erachter kwam. Ik kreeg een woedeaanval toen ik erachter kwam, want ik ongesteld was geworden. Ik was zo boos. Ik dacht, nee, ik wil dit niet. Maar toen kwam mijn moeder aan met maandverband en ik zag dat ze die soort van in mijn ogen luiers in de hand had. En ik zei, I was freaking out. Ik zei, nee, ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet in mijn onderbroek leggen, mam. En toen kwam ze aan met, wil je anders dit? En toen was het een tampon. En toen dacht ik al helemaal van, nee. Dat was echt pure paniek. Ik ging echt zo van huis. Waar moet ik heen? Nou, ik was dus de laatste uit mijn klas. Best wel laat, tweede jaar. Ja, volgens mij is dat normaal hoor. 14. Ja, maar het was juist, 14, 15 was juist stoer als je het wel was bij ons. Ja, bij ons was het ook heel cool als je ongesteld dan was. Nu denk ik, oh my god. Paniek. Paniek is echt zacht uitgedrukt. Ja, oh. Tranen over mijn wangen. Ik weet nog dat ik toen 10 minuten daarna had ik een belafspraak met mijn vriendinnetje. Maar ik zat ook dus zo erg in ontkenningsfase dat ik het ook niet tegen mijn vriendinnetje durfde te zeggen. Dus ik zat echt zo aan de telefoon. Oh nee. Ja, Camille? Ik zat in de eerste. En was er iets gebeurd in mijn pyjama broek. En toen ging ze naar mijn moeder. En toen deed ik alsof ik soort van sad was. Maar eigenlijk was ik ziek blij. Oh my god, yes. Ik wilde actrice worden. Schat, je hebt je vinger niet op. En dat komt door mijn schoolmusical in groep 8. Toen wist ik dat ik het talent had. Ik weet wel nog dat ik op een bepaald punt, vraag me niet hoe, in mijn hoofd had gehaald dat ik hotelmanager wilde worden. Dat is zo random. I know. Maar je bent toch niet goed genoeg? Of wat? Die zit nu hier. Ik riep al heel snel dat ik een eigen PR-bureau wilde. Oh, wow. Wist je toen nog wat PR was? Ik wist mijn god niet wat PR was. Yo, ik wist überhaupt dat er iets in deze richting te doen was na de Hills. Nou, ik moet wel zeggen, de hele reden dat ik nu in deze branche zit, is wel door de Hills. Dat geef ik oprecht toe. Schaam ik me niet voor. Ja, in de brugkast twijfelde ik volgens mij echt heel hard tussen dierenarts en popster. Dat was echt wikken. Ik ging daar met mijn ouders en mijn oudere broer en zus gingen we, weet ik veel, ergens naartoe in de auto. En dan zat ik dus in het midden, had ik koptelefoon op en dan ging ik altijd luisteren naar emotionele muziek en dan ging ik heel zachtjes zo meezingen. En, dat... oh, en dan had ik mijn koptelefoon op, dus zij hoorden alleen maar... En dan totaal geen Engelse woorden, want dat kon ik eigenlijk nog niet echt. Het is wel grappig, want wij moesten dus op de basisschool, zodra je op school kwam, ik geloof in groep 3 of zo, moest je opschrijven wat je later wilde worden. En in groep 8 kreeg je dat dan terug in een boekje. Oh ja, yeah, leuk! En toen heb ik opgeschreven dat ik binnenhuisarchitect, oh, yeah, cabaretier of sportjournalist hoor. Cabaretier, jongens. En dat ben ik wel gewoon heel grappig van. Roze en zwart is geen goede combinatie en denk nooit dat het wel kan. Cut off the eyeliner. Gekke kleuren op je ogen. You're ga not... niet naar de fucking schoonheidsspecialist om je wenkbrauwen te harsen. Skincare, man. Skincare. Je bent geen Beyoncé. Oh ja. Oh, maar dat klinkt als een goeie hoor. Dat zou ik jou ook hebben gegeven. Doe waar jij je goed bij voelt. En ik vond het bijvoorbeeld heel leuk om creatief bezig te zijn met dingen in Photoshop. En Stuts. Echt zelf dingen maken. En yeah, ook fotografie en zo. Dat vond ik gewoon echt super tof om te doen. Maar ik had altijd zoiets van, ik wilde niet delen met mensen. Want straks vinden ze het kut. Stom of zo, so ja. So what als het kut ja, vindt. Als jij dit leuk vindt om te doen, just do it. Inderdaad. Dat. Nee, maar was je cool of was je niet cool? Niet cool. Super cool.